IPC is eigenlijk de methode waarop je alle zaakvakken combineert. Dus de hele leerlijn van aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde zit daarin verwerkt onder andere. Daarnaast maken we ook heel veel gebruik van het onderzoekend leren. En wat je eigenlijk ziet, dat je per thema, dus we hebben het nu over thema mode, dat je bijvoorbeeld geschiedenislessen krijgt over de invloed van muziek op de geschiedenis, op de tijdlijn. Je hebt het over de jaren 40, de jaren 50. En dat zijn eigenlijk de invalshoeken waarmee je dan weer naar die geschiedeniskanon gaat kijken. En dat is heel leuk, want kinderen zijn thematisch aan het werk en leren ook nog alle vakken van de kerndoelen. Het eerste wat we deden was beginnen met de klas en juf opzoeken wat voor vissen er allemaal waren en in welk land ze zijn. Toen gingen we de versiersels maken en en geen ballonnen en van alles. We beginnen eigenlijk altijd met IPC met een startpunt. Dat is de manier waarop je kinderen enthousiast maakt. Dus we kiezen er bijvoorbeeld voor om een hele leuke activiteit te organiseren. Voor de modeshow zijn we ook begonnen met een modeshow houden, zeg maar. En als je kinderen een beetje enthousiast hebt, dan ga je eigenlijk vanaf daar, vertrek je en loop je door het hele unit heen. En je probeert die motivatie van die kinderen en die betrokkenheid zo lang mogelijk vast te houden door leuke activiteiten op te stellen, waarin je trouwens vrij bent om te kiezen. Want IPC geeft zeg maar een leerdoel aan als richtlijn en daar ben je zelf vrij in om daar een keuze in te maken. Dus als jij daar op een leuke insteek een les van maakt, dan kun je fantastisch werken met IPC. Hier hebben we de opening en dan hadden we een hele catwalk gebouwd. En dan mocht je verkleed komen als je wou en dan mocht je over de catwalk heen lopen. Dan gaan we naar Kenningsoogd en hier mocht je zelf je eigen kledingstijl tekenen op een pop. En toevallig is dit van mij. Dan, zoals je hier misschien wel van die papieren ziet, dan mocht je in groepjes mocht je zelf dingen gaan maken. De kracht van IPC is met name dat je heel erg werkt vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen. Dus zij vinden het ontzettend leuk om mee te werken. Daarnaast geven zij jou ruimte als leerkracht om zelf materiaal te ontwikkelen. Ze suggereren ook wel dingen, maar je bent zelf vrij om te kiezen. En dat werkt heel fijn. Vooral als je zelf een beetje creatief bent, dan heb je ook gewoon fantastische lessen. En dat merken we hier op school. En hier zo is een de scepter, de bulla, de kroon, de diadeem en het diadeem. We werken inderdaad vanuit die leerdoelen. Die hangen wij eigenlijk voorafgaand aan het thema op het bord. En de leerdoelen die check je, onder andere door je bent bezig, je gaat met het materiaal bezig. Je hebt van tevoren natuurlijk nagedacht van hoe gaan de kinderen dit leerdoel halen. En tot slot eigenlijk bespreek je het werk en kijk je het na en pak je het leerdoel er nog weer eens bij. En zeg je, jongens, hebben we nou dit doel behaald? Weten we dit nu ook? Kunnen we dit nu ook? En op die manier heb je dus eigenlijk een soort van evaluatie van het lesdoel. En dat doe je dan per vak. Dit zijn de oude landkaarten van Nederland. En hier zie je ook nog dat dit stuk ook nog bij Nederland hoort. En daar moesten we gaan kijken wat er anders was aan de kaart van Nederland. Dit zijn koggenschippen, die moesten we nagaan maken. Het voorbereiden van de lessen, het bedenken, het samenwerken met mijn collega's. Ontzettend leuk om te doen, dan hebben we allemaal geweldige ideeën. Met huttenbouw zeiden we, oh, dan nemen we allemaal pallets mee naar school en hamers. En ik heb nog wel dit en ik heb nog wel dat. En zo kom je eigenlijk samen tot geweldige ideeën. En je merkt ook dat die kinderen het zo ontzettend leuk vinden. Ze zien ons enthousiasme en dat straal je ook weer uit op die kinderen. Ja, en het is zo fijn om mee te werken dan. De afsluiting is altijd een groot feest eigenlijk. We vieren natuurlijk dat we alle leerdoelen hebben gehaald, maar meestal organiseren we iets. Vorig schooljaar hadden we bijvoorbeeld over luchthavens. En de suggestie die IPC gaf was, bouw je eigen luchthaven op school. Dus we hadden een wachtkamer, een incheckbalie, kinderen waren tickets aan het maken. We hadden een vliegtuig nagebootst in een lokaal. Met op het digibordscherm dan een filmpje van een opstijging en een landing bijvoorbeeld. We hadden stewardessen, we hadden grondpersoneel. Ja, we nemen echt die kinderen mee in die wereld van die luchthaven dan. En leren ze echt alles over de beroepen. Ja, en dat is ontzettend leuk. Ouders zijn heel enthousiast. Ze worden altijd betrokken bij het startpunt en de afsluiting. Dus die hebben we ook altijd
einde van de schooldag, zeg maar, dat ouders kunnen komen kijken. En meestal organiseren we dus iets. We hebben in het verleden ook wel eens samen gebakken met ouders. Het is iets anders dan een kijkavond. Ouders hebben zelf ook echt een rol in de middag of in de avond. Ik wil water als zij varen op het tij. Vaak tot wanhoop toegedreven, storm en scheur bij buitenrij. Tot vanuit de kraaiennesten wordt geroepen, land is hier. En het zelfs op iemand aan je veilig de haven ligt. Vaar je mee naar de VOC. Naar verre vrienden, andere nachtbieden op de zee. Ja, de uitdaging ligt nu in het beter maken van de thema's. Ik zeg wel eens van de eerste pannenkoek mislukt altijd. Nou, dat is meestal ook met zo'n thema. De eerste keer gaat goed, maar hij kan altijd beter. Dus we zitten nu heel erg in hoe kunnen we lessen beter maken? Welke materialen hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we ze eigenlijk verrijken? Want de thema's zelf zijn ontzettend leuk. Ik denk dat we ze nog wel beter kunnen verrijken.